Beste leerlingen van HAVO 4, als zometeen de PowerPoint verschijnt, wil ik samen met jullie gaan kijken naar het begrip pluriforme samenleving. En dan niet zomaar een pluriforme samenleving, u wil gaan kijken naar de pluriforme samenleving van Curaçao. En ik wil met name inzoomen op een begrip dat ook in dit boek staat. En dan kijkend naar het hoofdstukje pluriforme samenleving, thema 4, wil ik met name gaan kijken naar het begrip culturele diversiteit. En in het boek gaat het vaak over Nederland, dus die ook over de plaatjes. Ik wil het met jullie meer gaan hebben over Curaçao en de samenleving die je zelf kent. En in Curaçao zie je dus invloeden inderdaad vanuit Europees Nederland, maar je ziet ook eigen culturele invloeden. Bijvoorbeeld tradities zoals Koningsdag, Soe, of het idee van de Jury Curaçao, die dames samen domino aan het spelen zijn. Allemaal culturele diversiteit wil ik je over 5 minuten iets over gaan vertellen in een zogenaamde short point. Ja, voor het vak ASW. Culturele identiteit en culturele diversiteit. Nou, we hebben deze dus gezien. Het vorige filmpje dat ik heb gemaakt. Typische dingen zijn geloof, je welvaart, dus of rijk of arm. En ook waar je elkaar ontmoet. En de buurten waarin je woont, de barrios. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden van culturele diversiteit. Maar tradities zijn het ook. Dus het Nederlandse Sinterklaasfeest uit Europees Nederland. Of het Holifeest uit India, vanuit het hindoeïsme. Of bepaalde films over heiligen en over verschijningen die in de bioscoop verschijnen. En ook Curaçaose hip-hop. En het Chinese nieuwjaarsfeest zijn allemaal voorbeelden van culturele diversiteit. Dus of het nou Papiamentu hip-hop is, of het Holyfeest uit het hindoeïsme, of films die gemaakt worden over katholieke verschijningen in Spanje, Portugal eigenlijk, of het Nederlandse Sinterklaasfeest. Het zijn allemaal invloeden van buitenaf of uit de eigen cultuur en het laat allemaal zien wat culturele diversiteit is. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden daarvan, samen met het Chinese nieuwjaarsfeest. Nou, al deze culturele voorbeelden brengen mensen samen, maar ze kunnen ook mensen uit elkaar drijven. Dus ze zorgen of voor sociale cohesie, dat mensen zich samen voelen en dat er een wijgevoel ontstaat en veel contacten onderling. Maar dan kan er ook voor zorgen dat juist mensen uitgesloten worden of juist mensen van elkaar gescheiden worden. Ja. Een van zo'n voorbeeld van de culturele diversiteit is de jeugdcultuur, de jongerencultuur en de cultuur van ouderen met hun tradities, misschien het geloof. Nou, dat kan mensen ook uit elkaar splitsen. Er kan een generatieconflict ontstaan tussen jong en oud. Iets anders is het verschil tussen man en vrouw, ja, waarbij traditionele vrouwenrollen zijn. En er misschien bepaalde traditionele mannenrollen zijn. En hoe mensen daarover nadenken met name. Nou, etniciteit, waar je vader geboren is, waar je moeder geboren is, waar de roots van jouw familie liggen, kan ook heel grote invloed zijn op jouw cultuur, je godsdienst, katholiek, hindoeïsme, en allerlei stromingen ook nog. Dit alles laat ook zien dat cultuur in beweging is. Een voorbeeld dat ik vaak in de les geef is, van de hiphop van de jaren 80 is niet de hiphop van 2021. Ja, dus het is afhankelijk van tijd. Het is afhankelijk van de groep. Hiphopcultuur in Curaçao is anders dan de hiphopcultuur in Nederland. Het is verwant aan elkaar, maar het is echt anders. En dus ook afhankelijk van de plaats en de groep. Ja? Dus cultuur is iets wat niet overal hetzelfde is. Het is afhankelijk van de plaats, de groep en de tijd waarin je leeft. Want de hiphop van de jaren 80 is anders dan die van nu. Het Sinterklaasfeest van de jaren 80 is anders dan het Sinterklaasfeest wat nu wordt gevierd. Nou, dat brengt mijn uitleg een beetje tot een einde. Als je nog vragen wil stellen, kun je die onder het filmpje neerzetten. En in de beschrijving hieronder ga ik ook een Google Forms neerzetten, waarmee je dus thuis kunt oefenen. En ik vind dat een goede tip om dat te doen. Ik denk dat we 5 minuten bijna om zijn. Ik zeg tekirato. Ik hoop je snel weer te zien in de les.